moet allemaal uit mijn hoofd. Ik vind het gruwelijk om naar de natuur te werken. Toen ik 9 was, ben ik een natuurlogboek begonnen. Net als schreef ik alles op wat ik gezien had. En het is... De actualiteit komt er heel af en toe in voor. Dus er wordt nog net vermeld in 1945 dat we bevrijd zijn. Maar dan gaat het al gauw weer over een vinkennestje dat ik heb ontdekt. Kijk, ik ben niet gelovig opgevoed. Dus het was voor mij als jonge man, als kind, was het in plaats van godsdienst. Als ik een weekend niet naar het bos was geweest, voelde ik me schuldig, zoals een ander zich schuldig voelt als hij niet in de kerk is geweest. Ja, moeder natuur was mijn god, ja. En dan de vogels. Hoger boven ons in boomtakken buitelden groenmeesjes een enkel goudkoninkje. We hoorden de krachtige roffel van de gelaarsde roodspecht en in de verte klonk de melancholieke roep van de grauwe nachtlijster. Op de grond tussen de struiken zochten netelvinken naar voedsel. Het zachte fluiten van de dwergzanger. En dit is iets wat ik al heel lang had willen doen. Zo'n natuurbeschrijving. Volkomen verzonnen. Mijn toenmalige schoonvader, die was bevriend met Joop Coulson. En Coulson had de gewoonte om voortdurend mensen uit te nodigen. Hij wou een soort artistiek centrum zijn, denk ik. Hij was een kasteelheer eigenlijk. Ja, dat is Joop. Ik heb hem nooit zien fotograferen, moet ik eerlijk zeggen. Het was een fotograaf, maar ik heb hem nooit zien fotograferen. Het Groeneveld is voornamelijk feesten en drank. Dan werd er een foto gemaakt op een bordes. En Joop schoot het kanon af. Het was altijd een bende, ja. Ja. Ja, zo zag dat eruit, ja. Remco Kampert, Jeroen Henneman, Hans Dagelet, Theo Kleij, Nico Scheepmaker met zijn vrouw, Guus Boissevin, Niels Hamel, Tuig van de Richel. Nee, dat waren allemaal nogal artistieke mensen, ja, kunstenaars en intellectuelen, zoals dat heet. Dat vond ik toch wel leuk om daar tegenaan te schurken. En ik was een beginnend tekenaar. Men kende wel mijn werk een beetje. Ik weet nog dat ik toen complimenten kreeg voor vader en zoon. Dat was voor mij toch heel feestelijk allemaal. In 1970 heb ik een boerderijtje gekocht in Giethoorn. Maar die boerderij, ik weet nog, die kostte 25.000 gulden. En ik kon niet verder komen dan 20.000. Ik heb 5.000 van mijn vader geleend. Toen had ik een eigen plek om de zomer door te brengen. Toen kwam ik weer terug in mijn jeugd met de vogels. En toen ben ik ook, omdat het me irriteerde dat ik niet wist hoe bloemen heten, toen ben ik ook met de flora van Heijmans en Thijssen ben ik alle bloemen gaan determineren die ik in de tuin vond. Troost. Het geeft troost. De natuur. Dat heb je nodig. Als mens een beetje troost.